Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, de dienst van zondag van Palmpasen. Onze voorganger is dominee Gilda Polderman. Ik wens u een gezegende dienst toe. Los van elkaar maken we deze kerkdienst mee. Maar toch zijn we verbonden. Samen zijn we verbonden door ons geloof in Jezus Christus. In Jezus Christus die het licht is voor de wereld. Het licht voor ons. We steken de paaskaars aan en proberen ons in de stilte voor dat licht open te stellen. De schikking verbeeldt de zalving van Jezus door een vrouw met kostbare olie. Het is heel Bijbels, profeten en koningen worden gezalfd als hun taak een aanvang neemt. En wie gestorven is, wordt ook gezalfd. De vrouw brengt dit in het teken van het zalven van Jezus' voeten samen. De schikking met de kruiden symboliseert dat voor ons. Op Palmzondag wijst de zalving al vooruit naar Jezus' dood. De groene takjes lijken wel een beetje op palmtakken, waarmee de mensen enthousiast Jezus verwelkomen in Jeruzalem. Jezus, van wie ze verwachten dat hij alle problemen gaat oplossen. We zingen, mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt. Het lied begint met een vraag, zal Hij me wel redden? Maar het eindigt met vertrouwen. Mijn ogen zijn gevestigd op U, tot God mij redt. En ik mag u bemoedigen en groeten. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede van de eeuwige God voor u allen. Amen. Laten we bidden. God, we zijn niet in levende lijven bij elkaar. En dat doet ons verdriet. Het besmettelijke virus heeft ons leven ingrijpend veranderd. Wij bidden u voor mensen die bang zijn om de bedreiging van hun leven. Voor mensen die vrezen ziek te worden. Voor mensen die ziek zijn. Voor wie op sterven liggen. Wij bidden u, goede God, wees nabij. Neem ons allen bij de hand en leid ons door deze moeilijke tijden heen. Geef ons het vertrouwen steeds weer dat u ons vasthoudt. Amen. Vandaag is het Palmpasen, de dag waarop de intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Met dit verhaal beginnen we de stille week, de week waarin we Jezus volgen in zijn laatste dagen op aarde. We lezen over de intocht uit het evangelie volgens Matteüs. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion: kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hen aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de Zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.
Gemeente van Jezus Christus. De intocht van Jezus in Jeruzalem behoort tot de verbeeldingssprekende verhalen van de evangeliën. Een mooi verhaal, je kunt het je helemaal voorstellen. Het is een prachtige dag en de velden rondom Jeruzalem baden in het zonlicht. Bij een van de poorten van de stadsmuur is het een drukte van belang. De mensen zijn opgewonden bij elkaar gekomen. Kinderen rennen rond, spelen tikketje, klimmen in de bomen. Een verbaasde reiziger vraagt zich af, waar gaat iedereen heen? Wat is er toch te doen vandaag? Jezus, antwoordt een van de mensen uit de menigte. Jezus komt eraan en wij gaan hem tegemoet. Maar vanwaar dat enthousiasme? In het Johannesevangelie lezen we dat de geruchten over het wonder van Lazarus, zijn opwekking uit de dood, grote beroering hebben gebracht. En nu komt deze wonderdoener, deze Jezus, naar Jeruzalem, naar de stad van God, naar de tempel. Eindelijk gaat het gebeuren. De tijd waarin dit verhaal speelt, staat bol van verwachtingen en verlangen. De mensen zijn het meer dan zat, alle onzekerheid, alle dreiging, alle angsten. Hun land is bezet. Er heerst politieke onrust. Er is godsdienstig rumoer. En velen verlangen maar naar één ding. Iemand die dit oplost. Iemand die rust brengt. En vrede. De mensen lopen de stad uit om hun koning te begroeten. De Messias-koning die eindelijk waar zal maken wat ze al zo lang gehoopt en verwacht hebben. De chaos, de angsten en de onzekerheid, ze zullen overwonnen worden. Hij komt eraan, daar gaat het door de menigte. De mensen rekken zich uit om het niet te missen. En warempel. Daar komt de nieuwe koning aan. Langzaam nadert hij. Er ontstaat verwarring. Want de nieuwe koning ziet er niet als koning uit. Niet op een paard, maar op een kleine ezel zit hij. Hij lijkt eigenlijk op een doodgewone, kwetsbare man. Dit is niet de Messias-koning die mensen in gedachten hadden. Dit is een heel andere Messias. Maar de mensen dringen hun teleurstelling weg. Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna voor de zoon van David. Maar hoe makkelijk maken mensen dan toch een omzwaai? Als de frustraties over het uitblijven van oplossingen te hoog oplopen en ze het niet goed begrepen blijken te hebben. Het gebeurt binnen luttele dagen. Een ongekende omslag. Van Hosanna naar kruisig hem. En hoe makkelijk wordt het evangelie ook door ons verkeerd begrepen. Zoals het verhaal van vandaag. Het is palmpasen. En we zouden maar al te graag met onze palmtakken meezwaaien. Ook wij verlangen ernaar dat er afdoende oplossingen komen voor alle grote problemen. Dat God in zal grijpen. Nu de wereld geteisterd wordt door een dodelijk virus. Dat er een wonder zal gebeuren. Dat de dreiging dat we ziek worden en dood zullen gaan, eindelijk eens weg zal zijn. Maar deze Messias komt niet met kant-en-klare oplossingen. Deze koning op een ezel overwint niet zomaar alle levensproblemen. De tranen van Jezus bij het graf van zijn vriend Lazarus waren uiting van oprecht verdriet
omdat de dood een reële vijand is, ook voor Jezus. De opwekking uit de dood was een teken dat het ooit goed zal komen. Daar op die ezel komt geen overwinnaar aangereden, maar een lijdende knecht des Heren. Zijn weg is niet de weg van kant-en-klare oplossingen. De weg van Jezus is de weg dwars door het leven heen. En dat is nu juist wat de mensen niet willen. Zij willen het leven met alle vragen en twijfels, met alle doodsangst en onzekerheden. Dit leven willen ze links of rechts passeren. Ze willen niet de waarheid horen, de waarheid van het grote waarom. Ze moeten er niet aan denken dat deze koning die ze Hosanna toeroepen, dat hij dat waarom woord in zijn laatste momenten zal uitroepen. Waarom, mijn God? Geen waarom willen ze horen, maar een antwoord. Maar de weg van Jezus gaat dwars door het grote waarom heen. Het is geen weg van antwoorden, maar een weg van leven met vragen. Deze koning Jezus gaat mee met ons, mee in alle pijn en verdriet, mee in doodsangst en vertwijfeling, mee in het grote waarom. Maar waarin ben je dan nog koning? Waar is je pracht, je praal, je macht? Het antwoord geeft de evangelist Marcus, die beschrijft hoe de omstanders Jezus aanroepen vanwege het koninkrijk dat gaat komen. Het komende koninkrijk. Zo is het precies. Jezus is de koning van het komende koninkrijk. En het komende koninkrijk is alleen te bereiken door het leven te leven. Met alle pijn, met alle wanhoop, met alle dood en gemis. Tranen om Lazarus. Een wanhopig waarom aan het kruis. Maar de weg loopt niet ten einde. Dat is de slecht verkopende boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Neem je kruis op en volg mij. Door het donker heen, op weg naar Pasen. Je wint er geen waardering mee van mensen die alleen maar kant-en-klare oplossingen willen. Maar je wint er de harten mee van mensen die op zoek zijn naar waarachtigheid. En die zich aangesproken voelen door dat oude visioen van vrede en gerechtigheid. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend zij die met hem meegaan, dwars door alles heen. Dwars door de dood heen, op weg naar nieuw leven. In de naam van de Heer, die was, die is en die zal komen. Amen.
Ik moet u het overlijden meedelen van een gemeentelid. Op 25 maart is overleden Leni Buren, Bijl. Op de leeftijd van 78 jaar. In een moment van stilte gedenken we haar. Laten we bidden. Eeuwige God, we bidden u om troost voor wie verdriet hebben om het sterven van Leni Buren. In het bijzonder denken we aan haar zoon en dochter. Wees met allen die verdriet hebben om het gemis van een dierbare. Laat er steeds weer troost te vinden zijn. God, wij bidden u voor onze wereld. Wat is het moeilijk te ervaren dat het leven niet vanzelfsprekend is en dat wij kwetsbaar zijn. We maken ons zorgen om onszelf en onze naasten. Om onze ziekenhuizen die vollopen met coronapatiënten. Om het verpleegkundig personeel dat het bijna niet meer aan kan. Maar ook maken we ons zorgen om al die mensen ver weg, in armoedige omstandigheden, in vluchtelingenkampen, in dichtbevolkte gebieden zonder enige vorm van gezondheidszorg. Laat er uitzicht en redding komen, God. Al onze zorgen leggen we in stilte voor u neer. Maar ook komen we tot u met dankbaarheid voor liefde en zorg die we ervaren. Voor de prachtige natuur met het ontluikende groen en de uitbundigheid van de lente. Voor alle tekenen van verbondenheid met elkaar. Voor een dak boven ons hoofd, genoeg te eten. Voor onze kinderen en kleinkinderen. Al onze dankbaarheid leggen we in stilte voor u neer. En we bidden samen het gebed dat ons verenigt en dat we van Jezus geleerd hebben. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied, een lied over de weg van Jezus, dwars door de dood heen, maar wel een weg naar nieuw leven.
Ga daar nu deze week in, op weg naar Pasen. Niet alleen, maar met de zegen van de Eeuwige. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.